Natuurkundig kun je zeggen dat energie verandering is. Wanneer een energie zich verplaatst van de ene naar de andere energiesoort, zul je altijd een verandering kunnen meten. In dit hoofdstuk gaan we ons richten op veranderingen die te maken hebben met bewegingen. En de energiesoorten die daarmee samenhangen, die noemen we de mechanische energiesoorten. Wanneer er nu een hoeveelheid energie van de ene mechanische energiesoort naar de andere gaat, noemen we dat arbeid. En om die arbeid te kunnen verrichten, hebben we altijd een kracht nodig. Dus arbeid wordt verricht door een kracht en niet door een voorwerp. Vrijwel alle mechanische energiesoorten die wij gaan behandelen, die hebben een kracht die eraan gekoppeld is, logischerwijs. Er is één uitzondering en dat is de kinetische energie. Die gaan wij later ook nog wel bekijken. Maar alle andere energiesoorten die hebben een kracht. Hoe kunnen we nou uitrekenen hoeveel arbeid er verricht wordt? Dat ga ik doen aan de hand van een voorbeeld. Die kun je hier zien. Een man duwt een hele grote cilinder, een grote rol, die wil hij verplaatsen over een ondergrond. Om dat te kunnen doen, moet hij een kracht uitoefenen, spierkracht. En als hij die cilinder met een constante snelheid wil laten bewegen, dan zal die spierkracht even groot moeten zijn als de wrijvingskracht die die cilinder ondervindt. Als dat zo is, dan beweegt die rol met een constante snelheid. Die man die zal het op een gegeven moment merken, zeker als hij heel veel kracht moet ontwikkelen, want op een gegeven moment wordt hij moe. En dat komt dus omdat hij, of eigenlijk precies gezegd de spierkracht van hem, arbeid verricht. En die arbeid hangt van twee dingen af. Die hangt af van de grootte van de kracht en die hangt af van de verplaatsing. De afstand waarover die rol verplaatst is. Wordt de kracht twee keer zo groot, dan zal er twee keer zoveel arbeid worden verricht bij dezelfde verplaatsing. Wordt de verplaatsing twee keer zo groot, dan zal hij ook twee keer zoveel arbeid verrichten. In formulevorm ziet dat er als volgt uit. De arbeid is gelijk aan de kracht maal de verplaatsing. Wat is nu de eenheid van de arbeid? Nou, dan kunnen we kijken naar de eenheid van kracht. Die is newton. Van verplaatsing is meter. Dus de eenheid van arbeid is newton meter. Maar er is een nieuwe eenheid voor ontwikkeld en dat is de joule. Dus arbeid heeft dezelfde eenheid als energie. We kijken even naar een tweede situatie, een andere kracht die veel voorkomt, namelijk de zwaartekracht. Stel, ik wil nu niet deze cilinder voortrollen, maar ik wil hem optillen. Boven mijn hoofd. Hoeveel arbeid heb ik daarvoor nodig? Dan moeten we weer eens gaan kijken welke krachten spelen hier een rol. Nou, er zijn er natuurlijk twee. Er werkt een zwaartekracht op die cilinder. Die werkt naar beneden en willen we de cilinder met een constante snelheid omhoog heffen, dan moeten we zorgen dat er een even grote kracht naar boven komt. En dat is dan de spierkracht. Arbeid is kracht maal verplaatsing. Ja, hoe groot is de verplaatsing in deze situatie? Laten we dan kijken naar het midden van die cilinder. Het midden verplaatst zich over deze afstand. Maar omdat we hier te maken hebben met de situatie van de zwaartekracht, is die verplaatsing eigenlijk ook altijd gelijk aan het hoogteverschil. Hoeveel arbeid hebben we nu verricht? Nou, dan kunnen we de formule voor gebruiken die we net hebben gevonden. De formule is arbeid is gelijk aan de spierkracht. Maar ja, de spierkracht die was even groot als de zwaartekracht. Maal de verplaatsing. Maar ja, de verplaatsing is gelijk aan het hoogteverschil. Dus de arbeid in deze situatie is gelijk aan de zwaartekracht maal het hoogteverschil. Hoe zit het nou met de situatie dat je de rol boven je hoofd houdt, de zware cilinder boven je hoofd houdt? Nou, natuurkundig gezien zou in die situatie er geen arbeid worden verricht. Hoe kan het dan dat je dat toch maar eventjes volhoudt voordat je de cilinder moet laten vallen en omdat je moe bent? Nou, dat heeft een biologische reden. En die reden is dat jouw spieren eigenlijk pulserend werken. En terwijl jij denkt misschien dat die cilinder stil boven je hoofd hangt, trilt hij toch een beetje op en neer. Dus je hebt toch te maken met de verplaatsing en dus ook met arbeid. Jouw spieren duwen telkens die cilinder weer een klein stukje naar boven toe. En op een gegeven moment is de energie op en dan moet je toch die cilinder laten vallen. Zou je dat nou willen voorkomen, dan zou je bijvoorbeeld die zware cilinder op een kast kunnen zetten. In die situatie ligt de cilinder echt stil, verplaatst die niet en zul je dus ook geen arbeid hoeven uit te voeren. En sterker nog, die rol kan daar honderden jaren blijven liggen zonder dat je daar energie voor nodig hebt.
De volgende situatie die we gaan bekijken is iets ingewikkelder. Wat nu als de kracht schuin staat? Ja, schuin ten opzichte van wat? Je zou denken schuin ten opzichte van de ondergrond. Maar dat blijkt niet helemaal het geval te zijn. Kijk even naar deze situatie. Deze persoon heeft aan de as van de cilinder een touw vastgemaakt en die gaat nu aan de touw trekken en die wil zo de cilinder verplaatsen. En weer met een constante snelheid. Als hij dat doet, dan oefent hij een kracht uit op die cilinder. Die kracht staat in deze richting. En het is natuurlijk weer spierkracht. Maar de cilinder die verplaatst zich in deze richting. De verplaatsing. Als je nu goed kijkt, dan zul je zien dat de spierkracht staat natuurlijk niet in dezelfde richting als de verplaatsing. Maar slechts een gedeelte van die spierkracht zorgt dus ook voor die verplaatsing. En welk gedeelte is dit nu? Daarvoor moeten we even de kracht ontbinden in factoren. En dan blijkt het de kracht te zijn die in dezelfde richting loopt als de verplaatsing. Laat ik die dan noemen de F-spierkracht X-richting. Die kracht zorgt voor de verplaatsing. En ook alleen die kracht kan arbeid uitvoeren. Die kracht kunnen we ook vrij eenvoudig uitrekenen als we de hoek alfa hier even definiëren. Want dan geldt natuurlijk volgens de Gonio-regels heel simpelweg dat die x-component van de spierkracht gelijk is aan de spierkracht maal de cosinus van de hoek. Spierkracht maal de cosinus van de hoek tussen de spierkracht en de verplaatsing. Nou, dit kunnen we algemeen trekken en dan krijgen we de algemene formule voor arbeid. Arbeid is altijd gelijk aan de grootte van de kracht maal de verplaatsing maal de cosinus van de hoek tussen kracht en verplaatsing. In deze formule zit een eigenaardigheid en daar wil ik nog eventjes tot slot naar kijken. Wat is die eigenaardigheid? Dat is het volgende. Stel nu, ik heb de situatie dat de kracht die zorgt voor de verplaatsing in dezelfde richting staat als de verplaatsing. Dan is de hoek tussen kracht en verplaatsing 0 graden. Cosinus van 0 graden is 1. En dan krijg ik uit mijn formule hier een positieve waarde. Dan heeft arbeid een positieve waarde. Wanneer de kracht loodrecht staat op de verplaatsing, dan is de hoek tussen kracht en verplaatsing 90 graden. De cosinus van 90 is 0. En je zult zien dat je dan nooit arbeid kunt uitvoeren. Een kracht die loodrecht staat op een verplaatsing, die zal nooit voor arbeid kunnen zorgen. Derde situatie is dan natuurlijk, wat als de kracht precies in tegenovergestelde richting staat als de verplaatsing? Dan heb ik een hoek tussen beide van 180 graden. De cosinus van 180 graden is min 1. En dan krijg ik een negatieve waarde. Wat wil dat nu zeggen, positieve waarde en negatieve waarde? Wanneer de arbeid positief is, dan houdt dat in dat de energiesoort die bij deze kracht hoort, de kracht waar je naar kijkt, die energiesoort die zal dan energie verliezen. Dus de hoeveelheid energie neemt af. Wanneer de arbeid een negatieve waarde heeft, zal de energiesoort die hoort bij deze kracht toenemen in grootte. Die zal energie erbij krijgen. Even nog een klein voorbeeldje om het toe te lichten. En het voorbeeldje hebben we eigenlijk al gezien. Dat is situatie 1. Een man duwt een zware cilinder over een ondergrond. Er zijn twee krachten. De spierkracht die staat naar voren en de wrijvingskracht die staat naar achteren. Wat kunnen we nu zeggen over beide krachten? Nou, vanuit de spierkracht gezien kun je zeggen dat de spierkracht in dezelfde richting staat als de verplaatsing S. Dus de hoek tussen beide is 0 graden en de cosinus van 0 is 1. Ik heb een positieve arbeid die de spierkracht uitvoert. En een positieve arbeid wil zeggen dat de energie die hoort bij die spierkracht afneemt. Dat heb ik hier spierenergie genoemd, maar het is eigenlijk natuurlijk de energie van de persoon die duwt. Ja, is ook wel logisch. Als je een tijd aan het duwen bent, dan zul je minder energie hebben. Je gaat je moe voelen, omdat je energie kwijt bent geraakt doordat je positieve arbeid hebt uitgevoerd met jouw spierkracht. Vanuit de wrijvingskracht geldt het precies tegenovergestelde. De wrijvingskracht staat eigenlijk altijd tegengesteld aan de verplaatsing. Dus de wrijvingskracht heeft altijd een hoek alfa van 180 graden en de cosinus daarvan is min 1. Dus een wrijvingskracht zal altijd negatieve arbeid uitvoeren. En negatieve arbeid wil zeggen dat de wrijvingsenergie altijd toeneemt.
Nu is wrijvingsenergie is eigenlijk gewoon warmte. En wat dit wil zeggen is dat wanneer deze persoon deze rol over de ondergrond vooruit duwt, dat er altijd warmte wordt ontwikkeld onder de rol. De vloer zal iets warmer worden en de rol zelf zal iets warmer worden.